Dennis, proficiat, shootout. Dit is een geweldige eerste wedstrijd, hè? Ja, inderdaad. Lekker om thuis te winnen en ook nog verschil maken. Zeker na anderhalf jaar niet gespeeld hebben. Dus ik moet nog even laten bezinken, maar ik ben hartstikke blij, ja. Wat ben jij voor een keeper? Vandaag was ik in ieder geval een goede keeper, want ik heb geen goals tegengekregen. Dus, Maar weet je wat ik vraag? Ik vind jou heel onrustig in de goal. Ja? Ja, ik beweeg gewoon veel. Ik heb niet echt de lengte. Dus dat moet ik compenseren met mijn bewegelijkheid en met mijn schaatstechniek. Dus ja, daarom... Maar dit was een geweldige partij van jullie. Jullie gaven bijna niets weg. Nee, niet veel. Nee. We hebben als team goed gespeeld. Zeker na gisteren komen we goed terug. En 1-0 winnen, dat is perfect. Dus dan maak je gewoon geen fout en ik ben hartstikke blij, ja. En dan was jij één van de hoofdpersonen bij. Mag je rustig gezegd worden? Nou, dankjewel. Dat zie ik als compliment. Daarom ben ik ook hier. Daarom ben ik hier. Dus ja, ik ben blij dat ik mijn taak kan vervullen. Voel je je lekker thuis in Geleen? Ik voel me prima hier, ja. Ik bedoel, we hebben een goede club, we hebben een goede staf, leuk team, leuke jongens. Alles goed geregeld, dus ik ben hartstikke blij, ja. 30 jaar geleden had je furoren hier van die oude van jou. Die maken hier furoren. Ja. Wil jij dat ook? Ik bedoel, moet iets, hè. Dus ik ga er wel voor. Ik ga het nog beter proberen te doen, maar laten wij eerst de prijs beginnen. Dus, Risto. Pa, kom eens even erbij. Zeg je, fantastisch gekiept vandaag, hè? Ja, ik ben trots op hem. Heb het goed gedaan. Heeft hij de juiste club gekozen? Ik denk het wel, Geleen. Ik heb hier een leuke tijd gehad en dat zal hij ook ongetwijfeld wel krijgen. Ik zeg, 30 jaar geleden maakte jij furoren hier. Is dat al 30 jaar geleden? Dat is al 30 jaar geleden. Ja, dan wordt het tijd voor een nieuwe prijs, hè? Misschien dit jaar. Sta je volledig achter zijn komst naar Geleen? Ja. Hij moet dat denk ik zelf beslissen. Dat, ja, hij beslist ook zelf, maar we overleggen. En op het hoogste niveau was Geleen gewoon een goede keus. Is nog te bereiden. En Eindhoven is gewoon niks voor hem. Dat was even tussenstation door corona, maar dat is nu voorbij. Dus goede keus, ben blij. Hoe vond je deze partij? Wel aangenaam. Tempo lag best wel hoog voor het begin van het seizoen. Het team moet nog groeien. En ze zijn goed gestart. Dus... Eén ding wil ik nog van jou weten, Dennis. Als het spel stoplicht, dan... Daar schaats jij uit die goal. Alsof je wil zeggen van, ik moet even alles van me afhalen. Normaal bij jou? Ik heb gisteren ook een wedstrijd gekiept en die was behoorlijk pittig. Dus die afvalstaf in de benen, die moeten eruit. Dus bloed, hartpompen. Ja, dat is gewoon mijn dingetje. En dat is nou inmiddels routine geworden. Het werkt, dus ik blijf dat gewoon lekker doen. Dit was dus een lekker begin dit weekend. Eigenlijk hadden jullie gisteren ook nog moeten scoren, hè? Eigenlijk moeten we altijd scoren. Maar soms zit het mee en soms zit het tegen. Weet je, we kunnen alleen maar vooruitkijken en ervan leren. Dus, en vandaag hebben we gelukkig gewonnen, dus ik ben hartstikke blij. En een goed begin is het halve werk. Dat bedoel ik. Succes nog. Dankjewel.